Ja, een hele goede dag. Welkom. Dit is Hit for Kids, aflevering 365, week 20 alweer 2009. Hier bij Stadsradio Helmond. Mijn naam is Aaron en de sidekicks van vanavond. Ja, dat is heel opmerkelijk. En voor het eerst, Joyce en Joyce. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Nou, Joyce, de ene Joyce rechts van mij, zien de mensen thuis niet. Die, ja, dat is Joyce. Dat is Joyce. Maar we hebben een nieuwe sidekick. En die heet ook Joyce toevallig, hè? Toevallig. Nou, stel je even kort voor. Nou, ik ben Joyce. Joyce Ketelaars dan. Die naam mag ik sinds kort gebruiken. Ja, want ja. We zijn net getrouwd. Oh, proficiat. Ja, dankjewel. En ja, ik kom even meekijken hoe het hier allemaal gaat. Ja. Nou, superleuk. Jullie hebben al kennis gemaakt? Ja. Net? Ja, net zo kort. Hartstikke leuk. Ja, inderdaad. Kon je het vinden, Joyce? Want het was net allemaal op het randje. Het was een beetje lastig. Ja. We zijn niet van Helmond, we zijn van Eindhoven. Ja. Dus ja, het was een beetje lastig. Maar we hebben het gevonden en nog net op tijd. Nou, de andere Joyce ook, hè? Nog eventjes, dan ben je ook van Eindhoven. Ja, nog even. Ja, ik hoop het wel. Inderdaad. Nou, inderdaad. We gaan je er in ieder geval doorheen slepen, Joyce. Dus het wordt sowieso een gezellig uurtje. Oh, gelukkig. Komt goed. Nou, we hebben van alles dus. Nou, eigenlijk zouden we Kate Ryan in het artiesteninterview hebben. Gaat niet door. Ze zit in het vliegtuig. Ze heeft vertraging. En ze mag haar telefoon niet aan hebben. Dus jammer. Ja, dat is niet te redden voor 8 uur in ieder geval. Dus daarvoor in de plaats hebben wij een ander heel erg leuk interview. Met iemand die we gaan bellen. En dat is een DJ in opkomst. DJ W. Die is ook heel ver gekomen met de DJ Talentenjacht die ik afgelopen najaar heb georganiseerd. En ja, DJ W, die gaan wij straks even inbellen om hem aan de tand te voelen. Oké. Maar heeft hij al iets gemaakt? Iets? Nou, hij is bezig met dingetjes maken zelf ook inderdaad. Produceren en zo. Maar dat zijn meer dingetjes, ja, een beetje nog in een beginstadium. Nog niks echt uitgebracht in de zin van een single of zo. Maar ja, wie weet in de toekomst. Hij timmert aan de weg, hij heeft een nieuwe website. Pas gelanceerd. Dus dat is echt super. En daar gaat hij straks alles over vertellen. Nou, hartstikke leuk. Ja, en we hebben ook nog een gezellige... We zijn toe aan het artiesteninterview. De beste hits, FM 107.2, Stadsradio Helmond. Dames en heren, jongens en meisjes, the one and only DJ Willem. Nee, hij heet Willem en zijn artiestennaam is DJ W. Goedenavond. Ik zeg goedenavond, Aaron. Hey! Nou, daar is Willem. Ja, daar is hij. Daar is hij, DJ W. Nou, ik leg even... We hebben hier twee sidekicks, Willem. En die heten allebei Joyce. Nou, dat is makkelijk. Dat kan ik de naam niet vergeten. Nee, inderdaad. En even voor de dames hier. DJ W is al een keer hier geweest. Hij is afgereisd naar de studio. Dat is weer een tijdje geleden, hè Willem? Ja, dus, ik denk een maandje of 5, 6 denk ik. Ja, een half jaar of zo geleden alweer. Hè? En was jij toen hier Joyce 1? Nee. Nee? Kun je niet herinneren? Nee. Nee? Nou, in de tussentijd is er een heleboel gebeurd. We hebben kennis gemaakt met Willem, hè, doordat hij heeft deelgenomen aan DJ Talent vorig jaar. En toch daarmee heel erg ver is geraakt. Ja, Weliswaar de finale, hè Willem? Ja, de finale. Ik ben jammer genoeg 4e geworden. Het zat er niet in meer, denk ik, op dat moment. Maar dat is toch al heel wat, toch? Ja, het was toch al goed. Genoeg. Hey, in die tussentijd, afgelopen half jaar, is er een heleboel met je gebeurd. Vertel eens even in het kort, waar ben je geweest? In het kort naar de radio-uitzending en naar de contest ben ik benaderd door een van de Veronica Snowcafés in Frankrijk. In Frankrijk, ja. Ja, en toen heb ik daar 4 maandjes gedraaid voor Veronica, Snowcafé Les Deux Alpes. Heb ik daar gezeten en ja, ik ben nou alweer een tijdje terug dan. Ja, nu ben ik druk aan de slag in Nederland. Ja, inderdaad, want iedere week heb jij overal, sta jij te draaien, hè? Ja, klopt. En dat is toch maar voor weinig mensen weggelegd. Want als je, ja, je spreekt zoveel DJ's en die zijn eigenlijk allemaal een beetje op hun kamertje bezig. En heel af en toe draaien ze eens ergens. Maar ja. heb jij een gouden tip voor die mensen? Heb je zoiets van, nou, dat is misschien maar voor weinig mensen weggelegd? Of heb je echt zoiets van, nou, daar is een code voor of zo? Nou, echt een code denk ik niet dat er voor is. Ik denk gewoon als jij geïnteresseerd bent in muziek en je gevoel voor ritme hebt, ik denk dat je dat zeker wel moet hebben als DJ. Ja. En ja, je gewoon aanspreekt, de muziek die je aanspreekt, die moet je ook gewoon draaien, denk ik. En voor de ene is dat club, voor de ene is dat
Is dat R&B? Van de ene is dat allround? Is dat gewoon, dus dit is echt alles. Ja. En ik denk dat je gewoon in de muziekstijl die je wil draaien, als je dan de plezier hebt in die muziek, dat je dan gewoon, dan kan het altijd. Is dat altijd mogelijk. En, wat draai jij dan? Ik ben zelf allround DJ, dus ik kan me in alle muziek wel vinden eigenlijk. Ja, klassiek niet natuurlijk, maar ik kan me eigenlijk in alles vinden. En ja, ik draai ook gewoon alles. En het liefste alles door elkaar, gewoon gewoon van alles eigenlijk. En waar sta je dit weekend te draaien? Dit weekend sta ik eerst in Goes, in discotheek Paken Zaken. En dat is vrijdag. En dan begin ik om 12 uur tot 4 uur. Okay. En dan zaterdag sta ik in Renesse, in Café Anders. Dat is, dat is weer heel anders. Jij zit inderdaad vaak in Zeeland, hè? Daar kom je ook vandaan, toch? Ja. Maar inderdaad, dat Frankrijk-verhaal, daar ben je ook geweest. Komt dat misschien volgend jaar terug? Want dat is dan weer internationaal. Ik heb dat nou één keer gedaan en ik vind het hartstikke leuk. Ik heb een hele leuke ervaring, je leert er ook veel. Ja. Je bent in principe elke dag met muziek bezig. Je hebt elke week nieuwe mensen, dus... je hebt gewoon elke week weer een week de tijd om met mensen naar de zin te maken. En elke week is gewoon nieuw, zeg maar. En dat is heel leuk. Je bent wel een hele tijd van huis af. En ik vind Nederland kan je ook goed je geld verdienen, zeg maar. En is ook gewoon hartstikke leuk. Dus ik denk niet dat ik terug ga voor weer 4 maanden. Misschien een maandje of een paar weken. Was je daar ook helemaal alleen? Ik was daar niet alleen. Je bent daar gewoon met een groep. Met een groep mensen ben je daar DJ's gewoon. DJ's of... Waar ik zat, waren we met 2 DJ's. Dus ik en nog een andere jongen. En dan deden we om de beurt een beetje draaien. En dan soms 1 dag om de dag. En soms moest je 2 dagen draaien. En ja, zo ging dat een beetje. Okay. Ja, leuk Joyce, hè? Ja. Ja, Willem, als ik zeg Joyce, dan kijken ze alle 2 tegelijk op. Ja, dat is, ja, zo... dat is makkelijk, hè? Dat is leuk, hè? Hé, en nou is het zo dat... ik heb hem al gezien. Je hebt, en ik neem aan dat je er ook heel trots op bent. Je nieuwe website, hè? Op, ja. Hij heeft zijn nieuwe website gelanceerd onlangs, hoor. Ja. Noem die eens even. Dat is www.partydjw.nl. Dus www.partydjw.nl. Dat is eigenlijk W, hè? Ja. En geen streepjes ertussen? Nergens? Streepjes? Nee, geen puntjes ertussen of iets. Gewoon partydjw.nl. Oké, en wat kunnen ze er allemaal op vinden? Allereerst kan je... staat er gewoon mijn biografie op. Er staat op gewoon hoe ik ben begonnen. Hoe het allemaal is begonnen eigenlijk. Ja. Mijn agenda staat er uiteraard op. Waar je kan zien waar ik sta in de weekenden. Contactgegevens, wat staat er nog meer op, wat partyfoto's, links staan er ook op, gewoon van andere DJ's en andere websites. En ja, eigenlijk is dat het zo'n beetje. Je kan ook een berichtje achterlaten op mijn info-mail, zeg maar. Die lees ik elke dag. En meer staat er eigenlijk niet op. En binnenkort ook ergens in de buurt van Helmond aan draaien? Voorlopig heb ik alleen maar boekingen hier in Zeeland. En ik heb er eentje voorbij Arnhem is dat nog. Dat is Dienstverlo. Dat is een hele mooie grote discotheek. Er passen 1200 man in. Dat is echt een hele mooie zaak ook. En dat is eigenlijk degene die het verst weg is. Maar ik heb het zo druk hier in de buurt. Dus ja, dan hoef je ook niet ver te rijden. Dus het is eigenlijk ook wel weer heel makkelijk. Ja. Maar dat maakt inderdaad in principe niet uit. Want als het moet, dan rij ik overal naartoe. Maar, onze vraag. DJW, kom jij een keer weer gezellig naar de studio toe? Ja, heel graag. Dat is gezellig, hè? Ja. En zijn allebei de Joyces er dan ook? Nou, dat kunnen we, regelen. Dat kunnen we regelen, Willem. Nou, dat moeten we dan maar doen. Daarom. Nou, dat komt helemaal goed. Dan doen we een keertje weer wat afspreken. Ben je trouwens bezig met muziek? Want je bent dan DJ, maar je hoort ook vaak dat DJ's dan singles en muziek uitbrengen. Wil je dat überhaupt in de toekomst? Ben je daarmee bezig? De planning zit er eigenlijk wel in. En wat ik heel graag wil is eind dit jaar een leuk plaatje uitbrengen. Ja. Het zij een cover. Dat denk ik dat het wel een cover wordt van een oude goede danceplaat. Ja. En dat is eigenlijk wat ik heel graag wil. Die mogelijkheid is er natuurlijk altijd. Aan het einde van dit jaar wil ik dat eigenlijk gaan doen. En dat dan sowieso. Maar er zijn ook wat remixes die je zelf maakt. Plaatje iets verandert. En die zijn eventueel ook te vinden op mijn site. Oh ja, dat klopt. Want je bent al een beetje aan het remixen, hè? Ja. Nou, hartstikke goed.
Dankjewel DJ W, oftewel Willem, voor jouw bijdrage in de uitzending hier. Ja, super. Bedankt voor je belletje, Aaron. Superleuk. En binnenkort zien we je hier in de studio. Oké. En dan presenteer je weer gezellig mee, hè? Ja, dat doen we. Ja, daarom. Oké, doei doei. Hey, doei. 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 Nou, beide Joyces. Joyces, ja. Ja, dat wordt een date, hè? Dat is toch leuk, hè? Ja, inderdaad. Zeer zeker. Hey, we gaan...